Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten. Meneer Reus, voorzitter van het dagelijks bestuur van de AVRI. En meneer De Vries, de directeur van de AVRI. We zijn nu ruim een half jaar verder nadat de bakel, zo mogen we het best wel zeggen, van dat het niet op tijd ingevoerd kon worden. Dan praten we over het nieuwe afvalsysteem, DIFTAG. 1 juli, die datum is heel snel dichtbij aan het komen. Hoe zit het nu? Nou, we gaan beginnen 1 juli. Hè? Dus alles staat klaar om 1 juli van start te gaan. En we zijn natuurlijk, we waren van plan 1 januari te beginnen. Dat is niet gelukt. Dat heeft te maken met het feit dat die ondergrondse containers plaatsen. Dat levert nog wel wat problemen op. Ja, 1 januari was dat. Ja. Eigenlijk zagen heel veel mensen het aankomen dat dat niet zou lukken. Toch tot het laatste moment heeft de AVRI dat wel geprobeerd. Je hebt zelfs nog eens een keer aangegeven dat het niet jouw keus was om dat door te zetten. Waar kwam dat vandaan, die opmerking? Nou, gewoon in het verschil in mandaat, zeg maar. Ik ben uiteindelijk degene die uitvoert en het bestuur is degene die besluit. Dus ik probeerde vooral neer te leggen van waar ligt het mandaat om uiteindelijk een keuze te maken. Zeg maar. Dat was bij de politiek. Mocht de politiek maakt uiteindelijk de keuze en ik maak niet de keuze. En als het over de politiek gaat, komen we weer bij jou uit. Zeker. En die politiek die wilde kosten wat kost dat op 1 januari? Niet kost wat kost. Kijk, het is natuurlijk belangrijk. We zijn begonnen met het systeem om het restafval te verminderen en meer grondstoffen te hergebruiken. Waar kwam dat vandaan trouwens, om daarvoor te kiezen nog even in een nutshell? Nou, dat kwam omdat we hebben als doelstelling gezet al een paar jaar geleden. We willen het restafval omlaag brengen. Opgelegd door het Rijk eigenlijk, hè? Nou, maar ook een eigen keuze. Het is natuurlijk doodzonde dat heel veel grondstoffen in de vuilverbrander verdwijnen, terwijl je die nog nuttig kunt gebruiken. Mm-hmm. Nou, dat is de reden waarom we gezegd hebben van, nou, we willen proberen meer grondstoffen weer te recyclen, te hergebruiken, zo min mogelijk restafval gebruiken. Ik bedoel, dat kost allemaal weer CO2 als je dat verbrandt. Dat is de reden waarom we hier aan begonnen zijn. Nou, dat is vastgesteld een aantal jaar geleden. Vervolgens hebben we gekeken hoe kunnen we dat het beste realiseren. Nou, daar is toen een keuze gemaakt voor het omgekeerd inzamelen. Het ondergrondse containers waar mensen hun restafval naartoe gaan brengen. Nou, dat was 1 januari was de datum. En waar we toen niet hebben kunnen voorzien, is dat het zo moeilijk was om die containers te plaatsen. We hebben heel zorgvuldig gekeken van, nou, wat zijn nou de criteria die we moeten hanteren om die containers te plaatsen. Samen met gemeenten gekeken van, wat zijn de goede locaties. Inloopavonden gehouden. Heel veel mensen, 3000 mensen hebben we gesproken, 3000 huishoudens, over, nou, wat vindt u nou van die locaties? En nou, toch was daar ook alweer heel veel gemor over, hè, dat mensen vonden dat ze weinig inspraak hadden uiteindelijk. Men kon wel zich melden als er ergens niet mee eens was. Maar 15-20% van de locaties zijn veranderd, hè, aan de hand van die inloopavonden. Dus dat is toch wel een substantieel deel. Kijken jullie tevreden naar volle tevredenheid op terug? Ja, nou, ik denk dat we hebben ook een enquête gedaan toen onder mensen die bij die inloopavonden zijn geweest. Nou, die komen dan redelijk geagiteerd, zeg maar, binnen, worden toch gehoord en lopen dan toch met een gevoel van, nou, we hebben toch ons zegje kunnen doen. En het is natuurlijk zo, als je dan een container plaatst op een locatie waar mensen vlakbij wonen, dan kan het natuurlijk nog steeds zijn dat mensen daar bezwaar tegen maken. Dat is ook gebeurd. Mm-hmm. Nou, die bezwaarschriften die worden nu successievelijk afgewerkt. En dat doen we op een hele zorgvuldige manier, aan de hand van de criteria die we zelf hebben bepaald, hè, waar het AB ook jaar tegen heeft gezegd. Is het niet een beetje van, wij van WC Eend adviseren WC Eend? Nou ja, we hebben een bezwarenprocedure. Mm-hmm. We hebben gewoon een aantal mensen ingehuurd die dat voor ons doen. Mm-hmm. Die zijn niet betrokken geweest bij het aanwijzen van de locatie, dus die staan daar verder niet... Staan er blanco in? Staan er blanco in. En die toetsen op de criteria. Uiteindelijk neemt het dagelijks bestuur, hè, waar ik voorzitter van ben, neemt daar een besluit over. Mm-hmm. Ja, en als mensen het daar niet mee eens zijn, dan kunnen ze alsnog naar de Raad van State gaan. Dus dat is ook een aantal keren gebeurd. Wat is daaruit komen rollen? Voorlopige voorzieningen zijn aangevraagd. Nou, de precieze aantal weet ik niet. Voor 10, 12 of zo, waarvan er 4 zijn gewoon erin. Precies. Over orde van grootte. Ja. Dan kun je uit afleiden dat dat proces wel goed verlopen is. Nou, we hebben zelfs complimenten gekregen van de Raad van State als het gaat om de onderbouwing van onze besluiten. Ja. Want de Raad van State die krijgt regelmatig van dit soort bezwaren tegen ondergrondse containers. En ze hebben ons complimenten gegeven op de manier waarop we, zeg maar, onze keuze hebben gebaseerd. Als je nou naar het politieke proces kijkt, hè, van het moment van, nou, de beslissing we gaan invoeren tot nu, mm-hmm. Verdient niet altijd de schoonheidsprijs, hè? Waarom niet?
Er is heel wat ruis op de lijn geweest, verkeerd gecommuniceerd of anders gecommuniceerd. Het gaat met name heel vaak over timing, hè, wanneer doe je wat. Ja. Is daar wat van geleerd? Nou, kijk, wat we sowieso hebben opgemerkt, we hebben de laatste keer ook met het algemeen bestuur over gehad. Er is behoefte ook bij de gemeenteraden aan meer maatwerk. Het feit dat je met z'n allen in één gemeenschappelijke regeling zit, AFRI. Dat is als de meerderheid van de gemeente besluit om A te gaan doen, dan moet de minderheid moet daarin meegaan. Nou, dat wordt steeds meer ervaren als knellend. Dus hebben we met elkaar afgesproken van nou, we gaan eens onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om wat meer maatwerk te leveren. Dat gemeenten ook kunnen afwijken van wat besproken is. Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld als één gemeente zegt van wij willen graag dat de ondergrondscontainers elke week worden geleegd. Of we willen graag dat de GFT-containers elke week worden geleegd. Nou, dan kan dat, zou dat kunnen. Hè? Dan hoef je, dat kan nu voor een deel al via een buspakket. Ze hebben een basispakket die voor iedereen gelijk is. Mm-hmm. Als je meer wil, nou, dan betaal je daar ook als inwoner wat extra voor. Nou, we zijn aan het kijken of we daar wat meer in kunnen spelen. Zeg maar. Dat je dat basispakket wat smaller maakt. En daarbovenop wat meer pluspakketten doet, waar gemeenten gewoon uit kunnen kiezen. Ja, Tiel wil bijvoorbeeld, hè, nu het nieuwe invoer van het systeem aanstaande is, dat er meer opgeruimd gaat worden. Men voorziet meer zwerfafval, afval en, en ga zo maar doen. Ja. Dat kost natuurlijk geld, zit een bedrag aan vast, maar die moeten al die gemeentes dan met elkaar gaan ophoesten of niet? Of nou, dat is de vraag. Hè. Dat is... Maar dat gaan die andere gemeentes natuurlijk niet doen. Die zeggen, ja, Tiel, zoek maar lekker uit. Ja, tenminste, dat zou ik zeggen. Ja, maar je kunt ook zeggen, van we willen allemaal hetzelfde kwaliteitsniveau, hè, dus we willen allemaal een schone stad. Mm-hmm. Nou, als dan in de ene stad wat meer moeite of wat meer extra capaciteit nodig is om dat te realiseren, nou, dan zou je dat kunnen verdedigen dat je dat mensen allen betaalt. Solidariteitsprincipe. Ja. En die solidariteit die is er in Vierenland nog wel eens ver te zoeken, hè? Of vind je dat niet? Nee, helemaal niet. We hebben met de AVI afgesproken dat we één afvalstoffenverordening hebben, één afvalstoffenheffing. Of je nou voor de ene gemeente 20 kilometer moet rijden voor je restafval of maar 1 kilometer. We betalen allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Nou, als je naar meer maatwerk toe gaat, ja, dan ga je daar natuurlijk wel meer in differentiëren. Dus ja. daar moeten we dus goed over nadenken. Want als je alles met z'n allen doet, dan is dat efficiënter. Is dat meestal efficiënt. Maar dan hebben gemeenteraden het idee van, ja, dan is het one size fits all. Hè. Je moet met z'n allen één richting op. Mm-hmm. En de neiging, of wat je merkt bij gemeenteraden, is dat ze toch wel wat graag zelf aan de knoppen willen zitten. Nou, dat vind ik zo'n mooie uitdrukking, aan de knoppen willen zitten. Nou, dat je zelf kiest voor, willen we wat extra service? Nou, dan betalen we wat extra. Willen we een basispakket? Nou, dan nemen we het basispakket af. Ja, maar je ziet vaak ook dat degene die het hardst roept, het eerst aan de beurt is om te zeggen dat dat gehonoreerd gaat worden. Terwijl, zeg maar, een langere termijnvisie daarmee ondermijnd wordt. Nou, visie dat anders? Nee, volgens mij bespreken mensen alle zaken af in het algemeen bestuur. Mm-hmm. Alleen hebben we geconstateerd dat het voor gemeenteraden belangrijk is om zelf keuzes te kunnen maken. Zodat ze ook invloed hebben op de afvalstoffenheffing die voor hun inwoners geldt. Ja. En als de ene gemeente meer service wil, dan betaalt ze iets meer. Erik, ik bedoel daarmee te zeggen, stick to the plan. Hè? Als uitvoerende grote paas kan ik me voorstellen dat het heel vervelend is. Dan gaat het naar links, dan naar rechts, dan weer naar links. Je moet daar constant mee schipperen. Ja, maar zo ervaar ik het toch niet. Want het bestuur heeft tot nu toe best een aantal hele duidelijke keuzes gemaakt. En is helemaal niet continu aan het switchen. Die hebben een duidelijke lijn. Nee, dat begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat die hele periode, zoals het geweest is, de afgelopen drie kwart jaar, dat het heel wat hoofdpijn heeft opgeleverd. Met name voor jouw persoon. Zeker, en voor de organisatie. Het was natuurlijk een heel erg complex project. En ik denk dat je wel kon stellen dat we dat van tevoren zeg maar wat onderschat hebben. Zeg maar, hoe complex en hoe groot het daadwerkelijk is. En dat heb je natuurlijk ook gezien aan het feit dat we het uiteindelijk hebben moeten uitstellen. Mm-hmm. Met een half jaar. En vervolgens hebben we gedurende het proces natuurlijk ook nog wat taken erbij gekregen. Dus uiteindelijk was het ook AFRI die de locaties mocht gaan aanwijzen. En dat was vroeger gewoon via de gemeentes geregeld. Dat was ook wat extra werk. Dus het is uiteindelijk best een heel complex traject geworden. Maar de lijn die het bestuur heeft ingezet is wel altijd heel duidelijk geweest. En gaat nog steeds dezelfde richting op. Ja. Ik kan me voorstellen dat de motivatie om als directeur bij de AFRI te werken, dat op een gegeven moment wel eens een keer op is. Hoe voel jij dat?
Nou, de motivatie niet, want ik mag ik werk bij een prachtig bedrijf met heel veel mensen die voor het bestuur het afvalbeleid mogen uitvoeren en het afvalbeleid mogen ontwikkelen. En dat nou, is mensen een vergeten dat wel eens, hè? Avri staat nog steeds te boek als een of ander raar groot zwart logorgaan, donker orgaan. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is een gezamenlijke organisatie van een aantal gemeenten die ook haar spoor in het verleden verdiend heeft. Ja, we hebben natuurlijk mooie dingen mogen doen in het verleden al. Hè. We hebben in het verleden de organisatie echt heel erg kostenbewust gemaakt. En ook de overheid die erin zat en de inefficiëntie eruit gehaald. Dus we hebben een hele efficiënte organisatie gebouwd. Maar ook zijn we aan de slag gegaan met mensen met een beperking bijvoorbeeld. Nou, daar hebben we er al 100 van in dienst. En we hebben ook qua duurzaamheid gewoon heel veel gedaan. Al die oude dieselwagens eruit, vervangen door wagens die rijden op biobrandstof en de CO2 neutraal. Een heel zonnepark gebouwd, zonnepanelen op de daken. Dus we hebben echt wel heel veel voor elkaar gekregen. En dat was toen ook de reden om in 2015 waren we finalist als beste overheidsorganisatie. Dus we hebben echt heel veel mooie dingen mogen doen. Ja, daar mag ik aan bijdragen, dus daar ben ik wel heel erg trots op. Maar als je zegt naar de toekomst, ja, ik zit er ook alweer 9 jaar. Dus ja, we gaan. Maar ik ben echt trots op wat wij doen. En ik ben ook echt heel blij waar we aan mogen werken. En het bestuur heeft een mooie ambitie. En die proberen wij als organisatie te realiseren. Ja, 1 juli gaat het verhaal lopen. Mm-hmm. DIFTAG, omgekeerd inzamelen. Wat houdt het nou precies in? Dat betekent feitelijk dat mensen, en dat is voor een groot deel van het gebied, hè, want het buitengebied die hebben 4 containers, die houden een restafvalcontainer, maar de mensen die binnen de bebouwde kom wonen, die hebben straks niet meer hun restafvalcontainer, maar die gaan met hun zakje restafval naar de ondergrondse container. En dat betekent een stukje lopen. En het feit dat ze dat stukje moeten lopen maakt dat het eigenlijk veel interessanter is om je afval goed te scheiden, want ja, dat wordt gewoon aan huis opgehaald. En dat betekent ook dat straks de hoeveelheid restafval echt enorm gaat dalen. Van zo'n gemiddeld 120 kilo per huishouden of per inwoner per jaar naar ongeveer 60 kilo per inwoner per jaar. Ik sprak laatst iemand gewoon in de kroeg, daar was ik toevallig. En zei, nou, ik heb zaterdag opnames met die meneer van de Avri. Nou, dan moet je eens vragen, want ik woon in de binnenstad. Het GFT, dat moet ik bij het restafval doen. En anderen, die mogen dat gratis inleveren. Bij mij kost het geld, hoe zit dat? Nou, bij deze die vraagt dat. We hebben nog beperkingen als het gaat om de inzameling van GFT, bijvoorbeeld bij stadcentra, waar soms te weinig ruimte is om die GFT-container ook nog te kunnen plaatsen, of het beleid van de gemeente is dat je daar niet met die vrachtwagens op die manier mag rijden. En bij de hoogbouw natuurlijk zit je ook met je inzameling van je GFT. Er is gewoon geen ruimte om al die groene containers te plaatsen voor die mensen op hun balkons. Dus dat kan soms alleen voor de onderste verdieping. En ondergrondse containers met GFT heeft tot nu toe al heel veel problemen opgeleverd. Dus daar zijn we heel hard aan het zoeken naar manieren om toch ook het GFT daar apart in te zamelen. En daar zijn in het verleden keuzes geweest en er komen nieuwe keuzes om te kijken hoe je dat goed kan doen. Ja? De inwoners in de binnenstad die krijgen ook 20% korting op hun restafval. Ja, ook nog eens. Afval, hè? Dus ze hoeven minder te betalen. Dus daarmee wordt het een beetje gecompenseerd. Juist. Financieel wel, ja. Ja. Afval is eigenlijk een heel dynamisch gebeuren. De toekomst. Men praat ook al over nascheidingen. We hebben het er al eerder over gesproken. Die machines die er tegenwoordig zijn, fabrieken, complete fabrieken, kunnen dat al een stuk beter dan bijvoorbeeld 4-5 jaar geleden. Waar gaat het naartoe uiteindelijk? Ja, nou, die discussie, we volgen natuurlijk steeds de innovaties die plaatsvinden. Dus wordt nu echt steeds aan de bron gescheiden. Ja, nascheiding is vooral interessant voor gemeenten waar aan bron scheiden heel erg lastig is. In de grote steden met veel hoogbouw. Maar ik sluit niet uit dat als de technieken zo ver gaan dat je plastic zeg maar moeiteloos kunt scheiden van het restafval, ja, dat je dan op die manier zeg maar die service aan je inwoners kunt geven. Maar als we alles bij elkaar doen, hè, textiel, papier, restafval, plastic, ja, dan wordt het alleen maar heel veel duurder voor onze inwoners. Dus die kant moeten we denk ik niet op gaan. Nee, maar die discussie blijven we voortdurend voeren. Als het gaat over de afgelopen periode, hè, communicatie, groot issue. Hoe gaan jullie dat in de toekomst anders doen? Zal vast er wel eens over gesproken zijn? Nou, we gaan zeer uitgebreid communiceren. Nu alles staat weer in de startblokken om dat te gaan doen. Mm-hmm. Alle mensen krijgen een persoonlijke brief deze week waarin, met een afvalpas waarin staat wat aan de hand is. De afval en zo wordt rondgebracht. We zullen de komende half jaar voortdurend blijven mensen blijven motiveren om hun afval beter te scheiden.
Dus dat, ja, die communicatie staat volop in de startblokken. En we zijn ook aan het kijken of we met een klantenpanel kunnen gaan werken. Dus dat we ook wat feedback kunnen krijgen van mensen die onze klanten zijn, zeg maar. Mm-hmm. Om ja, verbetering door te voeren. Dus op die manier proberen we het service van de AVRI zo optimaal mogelijk te houden. Wat zijn jouw concrete uitdagingen voor de komende periode? Nou, eerst zorgen dat dit beleid goed wordt ingevoerd. Hè? Want we zitten nu bijna bij de startdatum. Maar vervolgens hebben we natuurlijk ook de start zelf. Wanneer is het voor jou trouwens een succes? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is natuurlijk het behalen van het doel. Hè? Dat we die 75 kilo is het doel, maar we verwachten daar nog een stuk onderuit te komen. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Maar het is natuurlijk ook wel heel belangrijk dat de grondstofstromen die we overhouden, dat die niet al te vervuild raken, want dan bereik je nog weinig. Dat is een beetje het probleem van Difter. Hè? Je bent afhankelijk van de kwaliteit van de mensen, hoe ze het inzamelen. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk iets. En dat gaat gelukkig in deze regio heel goed, want mensen doen dat echt heel erg netjes. Zeker als je het vergelijkt met andere regio's ook. We hebben weinig vervuiling van grondstofstromen. We hopen dat zo te houden. Daar werken we ook heel hard aan. En de voorbereiding las ik bijvoorbeeld voor. Ik meen dat het Dordrecht was hoor, maar het kan ook Sliedrecht zijn geweest dat men daar vraagt om het plastic te wassen. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn. Omdat anders het plastic wat afgekeurd wordt aangeleverd. Ja. Nee, en dat hoeft ook niet. Er zijn, wat dat betreft doen er ook heel veel spookverhalen de ronde. Maar het wordt hier echt heel goed gescheiden. Maar de kunst is wel om dat zo te houden. En dat geldt ook voor zaken als bijplaatsingen bijvoorbeeld. Sinds we dicht daar hebben, zijn dat ook zaken die we hebben gezien. Mm-hmm. Je krijgt meer ondergrondse containers. Dus dat soort problemen zou je meer kunnen zien. Maar ook daarvan moeten we zeggen, in deze regio is dat echt heel erg beperkt, zeg maar. Want ja, mensen gedragen zich gewoon hier heel erg netjes. Nou, er is wel extra geld uitgetrokken in verband met een controle straks. Ja, dus we hebben we zitten extra in op een stuk communicatie. Maar ook op handhaving. Want die paar mensen die het niet netjes doen, ja, die moeten natuurlijk wel gecorrigeerd worden. Ja, ja. Nee, dat is op zich logisch. Ja, dus als we het zo weten te bereiken, dat die grondstofstromen schoon blijven, de straten ook schoon blijven en de doelen gehaald worden. Ja, dat is... En onze inwoners tevreden zijn. En wanneer kunnen we dat traject afsluiten? Binnen een jaar, binnen een half jaar? Welke doelen zijn daarvoor gesteld? Nou, als je kijkt naar andere gemeenten waar omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd, dan zie je dat beginperiode is het even wennen. Hè? Mensen moeten wennen aan een nieuw systeem. Dus ja, ik denk na een half jaar, als we hier weer in december zouden zitten bij spreken, dan hebben we daar weer een beter beeld over. En over een jaar, dan weten we denk ik helemaal of het succes is of niet. Laatste vraag is van mezelf. Mijn moeder is 86. Ja. Heeft een zware operatie gehad. Ze kan eigenlijk nauwelijks lopen. Woont in een bejaardenhuis. 180 meter verderop staat die container. Nou zal ze aan zoon lief vragen, doe jij dat? Maar als zoon liever niet is, wat dan? Nou, mensen die minder mobiel zijn, die gaan we helpen om hun afval kwijt te raken. En we kijken eerst al van, heeft die persoon zelf een eigen netwerk waar het mee kan? Als dat niet zo is, kan de WMO zeg maar, via de gemeente helpen de hand bieden. En anders gaat de AVRI helpen met afvalcoaches om mensen ervoor te zorgen dat ze hun afval kwijtraken. Dus hoe dan ook zorgen we dat er een oplossing komt. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook niet heel veel anders dan in het verleden was. Want ook mensen die dit soort beperkingen hebben, vonden het ook al heel lastig om die zware container uit het huis te halen. En werden daar ook al vaak bij geholpen. Dus we zien ook nu dat het aantal aanvragen dat we hebben voor ondersteuning is een handje vol, zeg maar, zijn de orde van een stuk of 10. En ik heb met een gezin van 4 volwassenen, heb ik 1 zakje van 30 liter per week, hoogstens. Nou, iemand in zijn eentje, zeg maar, als hij goed scheidt, dan is het nog waarschijnlijk 1 zakje in de 2 weken. Nou, ik neem aan dat zo'n lief toch wel een keer in de 2 weken bij moeder op bezoek komt. Ja, nee, dat klopt zeker. Dat klopt zeker. Heren, ik kan jullie zeker weer succes wensen. En ik wou u graag houden aan die afspraak in december om weer eens langs te komen. Om te kijken hoe het nou gaat met het DIFTA-systeem in Rivierenland. Prima. Blijf ons volgen. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer.